Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video en dit is de Vespa Primavera Sean Waterspoon. We hebben hem natuurlijk al een keer gezien op de beurs in Milaan, maar we hadden er nog geen specificatievideo van gemaakt. In deze video de 6 unieke details van deze Vespa Primavera Sean Waterspoon. Deze Vespa heeft natuurlijk een beetje uitleg nodig, want wie is Sean Waterspoon? Nou, Sean Waterspoon is een bekende jonge kunstenaar, ook een ondernemer. Heeft dus samengewerkt met Vespa om dit design op tafel te leggen en dit is de uiteindelijke creatie geworden. Nou, hij heeft niet alleen samengewerkt met Vespa, maar bijvoorbeeld ook met Nike. Nou, wat wel vet is, is dat deze Vespa dus echt een soort van stijlicoon aan het worden is. Onder andere Justin Bieber heeft hem ook recentelijk aangeschaft. Wat vind jij nou als je nu deze video kijkt van deze Vespa? Sommigen vinden hem heel mooi, sommigen vinden hem heel lelijk. B-E-A-Beautiful. Laat het gelijk even weten in de comments en dan gaan we door naar alle details. Detail nummer 1 en dat is het lage windschermpje waar deze Vespa origineel mee geleverd wordt. Detail nummer 2 en dat is deze voorklapdrager. Nou, deze voorklapdrager geeft deze Vespa echt een beetje dat retro design. Nou, je kan hem dus naar voren klappen, hij gaat wel automatisch weer terug. Nou, vaak gebruiken we er een klemmetje voor en dan kan je er bijvoorbeeld nog een leuk houten kratje of mandje op zetten. Hou er wel rekening mee dat het maximale draaggewicht 4 kilo's is. Nou, je raadt het natuurlijk al, ook aan de achterkant zit zo'n achterklaprekje. Hetzelfde als de voorkant, kan ook weer naar beneden klappen, zodat je er bijvoorbeeld ook weer een leuk mandje of kratje op kan zetten. Detail nummer 4, en dat is natuurlijk eigenlijk het grootste detail wat opvalt aan deze Vespa, dat is natuurlijk de kleurencombinatie. We zien gewoon heel veel kleuren door elkaar heen en dat maakt het wel, vind ik persoonlijk, heel erg vet en gewoon even anders dan anders. Groene stuurkappen. We zien een lichtblauw beenschild, geel beenschild deksel, rode treeplank met witte sierstrippen. Aan de achterkant zien we de kleur geel heel erg duidelijk terugkomen. Blauw voorspanbordje, maar wel weer met een wit vinnetje. Dus al die kleuren worden gewoon met elkaar gecombineerd. En dat maakt nou echt deze Sean Waterspoon editie. Detail nummer 5, heel erg leuk en origineel gedaan. Dat is dit zadel met de prachtige ribstof. Ja, dan moeten we toch wel denken aan bijvoorbeeld de broek van mijn opa van vroeger. Handtekeningetje van Sean Waterspoon hebben ze mooi in verwerkt. Leuke witte bies. Het enige nadeel is wel dat als dit zadel nat wordt, ja, dat droogt niet heel snel op. Dus we adviseren er wel gewoon een goede zadelhoes bij. Voor detail nummer 6 heb ik de camera even van het statief afgehaald en gaan we er gezamenlijk even omheen lopen. Want Sean Waterspoon, ja, die is gek op stickers en dat kan je zeker terugzien op deze Vespa. We beginnen aan de voorkant en daar zien we normaal gesproken zit hier het chrome Vespa logo die wat dikker is en wat uitsteekt. Maar hier is gebruik gemaakt van het Vespa logo qua sticker. Die is gewoon vrij glad in het wit. Nou, weer het kenmerken van Sean Waterspoon met zijn handtekening. De velgen, ja, ik denk dat we dat vaker gaan terugzien op andere Vespa's. Helemaal wit. Een beetje een soort van rally look, vind ik wel heel cool, maar natuurlijk ook wel heel retro. En overal het Vespa logo. Heel erg grappig gedaan en laat ook in de comments weten wat jij ervan vindt. Nou, verder wilde die laten zien dat het om een Primavera ging, maar liefst 6 keer Primavera op de zijkant. Vind ik iets overdreven, maar laat ook weer weten wat jij ervan vindt. Nou, aan de andere kant. Vespa op de zijkant. Grote kan denk ik niet, maar valt wel lekker op. Zadeltje is natuurlijk geen sticker, maar ik zoom nog eventjes in, want dit zit er gewoon ja, heel mooi ingestikt. Nou, hier nog een stickertje met Vespa for Children. En dat is een goed doel vanuit Vespa. Nou, ook aan de andere kant zien we weer die stickertjes op de voorvelg. En natuurlijk zitten die ook op de achterkant. Stickertjes genoeg. Laat gerust ook even weten wat jij ervan vindt. Deze Vespa kan je eenvoudig online bestellen in onze webshop. Momenteel is die leverbaar in de 45 km uitvoering met helmplicht. Dus je kan deze versie niet bestellen in een snorvariant.
Nou, op onze website staan nog heel veel opties en accessoires die je nog kan toevoegen aan deze Vespa om hem helemaal naar wens te maken. Nou, we kunnen hem tegenwoordig gewoon gratis bij je thuis bezorgen en we kunnen hem tegenwoordig ook bij je thuis onderhouden met onze scooter onderhoud aan huisservice. Voor meer informatie check even onze website en we zullen even een linkje plaatsen onder deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat het ons weten. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we elkaar natuurlijk volgende week maandag.